Spijsverteringsstelsel, pathologie. Malnutritie of ondervoeding wil zeggen dat het opgenomen voedsel niet voldoet aan de behoeften van het lichaam. Ondervoeding maakt tal van ziektebeelden ernstiger. Dit kan leiden tot depressie of zelfs de dood. Oorzaken. We hebben leeftijdsgebonden factoren. Kouprobleem, zoals ons valsgebied dat niet meer aangepast is. Mondletsels, bijvoorbeeld afte. Smaak- en reukverlies. Sociale factoren, eenzaamheid, alcoholisme, armoede, psychische factoren, depressie, bijvoorbeeld door het verlies van een familielid, dementie en apathie. Medische oorzaken, mondaandoeningen, slikstoornissen, maagsweer, maagdarmkanker. De gevolgen, spierswakte, risico op infectie, verminderde werking van geneesmiddelen. Doordat wij verzwakt zijn, meer valaccidenten. Inactiviteit geeft meer kans op doorligwonden, trombose, de hospitalisatie duurt twee keer zo lang en we hebben drie keer meer kans om te sterven. Mondproblemen. Deze zijn onschuldig en vaak snel behandeld. Aften zijn pijnlijke zweertjes aan de bovenkant van onze lip, wang, tandvlees, onder de tong en heel af en toe in onze keel. Koortslip is een infectie van de huid rond de lippen. We hebben pijnlijke jeukende blaasjes, dit door het herpesvirus die meestal latent in ons lichaam verblijft. Mond- en tongbranden is een branderig gevoel van het mondslijmvlies en onze tong. Onze tong doet pijn en we ervaren een droge mond. Kapotte mondhoeken. Scheurtjes aan de mondhoek, dit door een ontsteking van een schimmel of een bacterie of het steeds vochtig maken van onze mondhoek. Oorzaken Micro-organismen. Symptomen. We hebben een droge, gevoelige mond. Ons slijmvlies is rood gekleurd. We hebben soms bloedend slijmvlies en bloedend tandvlees. Blaasjes en kloofjes rond de mondhond en onze lippen. En teruggetrokken rood en gezwollen tandvlees. Wat kunnen we daartegen doen? Neem hygiënische maatregelen. Spoel je mond regelmatig met wondwater. Tanden poetsen. En een goede mondverzorging. Kou- en slikproblemen. Door problemen met het gebit en de spijsvertering die minder functioneert, gaan bejaarden heel vaak overschakelen op zachter voedsel en vetter voedsel. Een eenzijdige voeding dus. Kouwen en slikken is een ingewikkeld proces. We moeten nauw samenwerken van onze spieren, voornamelijk de lippen, de kaken, de wangen, onze tong, gehemelte en onze keel. Het gaat als volgt. We nemen een hapje eten. We kouwen het eten en dit eten gaan we verzamelen op onze tong. Dan moet het slikproces in gang komen. Onze tong duwt het voedsel richting onze keelhalte. Het gehemelte omhoog, dus de huid sluit onze neushalte af, het strotklepje zorgt ervoor dat de luchtpijp afgesloten is, en zo gaat het voedsel in onze slokdarm terechtkomen. De oorzaak van kou- en slikproblemen, hersenbeschadigingen. En bepaalde aandoeningen, zoals dementie, spierziekte, Parkinson. Voorbeelden daarvan? Onze zorgvrager verslikt zich, gaat hoesten, kuchen tijdens het eten en drinken. Onze zorgvrager kan zijn eten niet toortelijken. Doet aan hamsteren, of het voedsel blijft in de keel zitten. Wat kunnen we doen bij koudproblemen? Als we een warme maaltijd serveren, kunnen we het vlees malen. Meer vis eten of een roerei. Zachte gaar gekookte groenten gebruiken. Smeerbaar beleg zoals confituur. Zachte fruitsoorten: kiwi, aardbeien, banaan. En heel belangrijk: een goede houding. Wat te doen bij slikproblemen? De consistentie aanpassen: pap, pudding, puree. Eten geven met een kleine lepel in kleine hapjes. En ook hier is de houding heel belangrijk. Slikstoornissen. Slikstoornissen is een vers verstoorde slikfunctie. Symptomen: voedsel gaat in de mond blijven zitten, de zorgvrager kan moeilijk slikken, gaat hoesten, hierdoor krijgt de zuurstofgebrek en gaat cyanotisch worden en het ingenomen voedsel wordt weergegeven. Handelen: de juiste voedingsvorm aanbieden: een siroop, half vloeibaar, half vast. Een goede houding is ook hier weer heel belangrijk. Kleine hapjes geven. Laat de zorgvrager regelmatig tussendoor drinken. Zorg voor een rustige omgeving. Neem naast de zorgvrager plaats tijdens het toedienen van het voedsel. Als de zorgvrager verslikt, reageer gepast. Stop met het toedienen van voedsel. De zorgvrager voorover laten buigen, klop tussen de schouderbladen en eventueel een beetje drinken aanbieden. En heel belangrijk, rapporteren. Slik pneumonie. Dat is een longontsteking ten gevolge van voedsel of drank dat in onze luchtwegen en in onze longen terechtkomt. Symptomen: hoesten. We gaan rood worden en dan ook weer hier door zuurstofgebrek cyanotisch. Preventie: goed recht zitten tijdens de maaltijd. Geef voldoende tijd om te eten. Voor een volgende hap goed slikken. Een half vaste voeding of verdikkingsmiddel toevoegen. Wat moeten we doen? Verwittig de verantwoordelijke zodat zij de arts kan raadplegen. Reflux is het terugvloeien van voedsel uit de maag in de slokdarm. De slokdarm kan niet tegen maagzuur. Sphincter, sluitspier van de maag, sluit de maag normaal gezien hermetisch af. Wat zijn de oorzaken van reflux? Een overvolle maag, zwangerschap, maag aandoeningen astma of een maagbreuk. Symptomen: zuurbrand in keel en mond. Indigestie, braakneigingen, een hese keel, ademhalingsproblemen of slikproblemen. Wat kunnen we er tegen doen? Het hoofdeinde van het bed verhogen tijdens de slaap. De verantwoordelijke verwittigen, zodat zij de arts kan raadplegen. Hamsteren. Na het kouwen maakt de tong een bolus. Dat is een balletje van voedsel en speeksel. Als wij slikken, dan gaan wij de bollus van de keelholte naar de keel, naar de slokdaam, darm en de maag duwen. Bij functiestoornissen gaat het eten achterblijven in de wangen. Aandachtspunten. Het voedsel moet in kleine hoeveelheden gegeven worden. Een goede mondhygiëne en regelmatig het eten uit de wangen halen. Brandend maagzuur. Een branderige pijn aan de onderkant van de borstkas. Dit begint bij het borstbeen en gaat uitstralen naar de keel toe veroorzaakt door een zure en of bittere smaak in mond en keel. Gevolgen? De gevolgen verschillen van persoon tot persoon. Bij zuur in de slokdarm wordt de maag wordt afgesloten door die kringspier en de maag wordt beschermd door een dikke slijmlaag. Onze slokdarm heeft die dikke slijmlaag niet. Dus als er zuur komt in de slokdarm, gaat dit een brandend gevoel geven, keelproblemen, eventueel tandproblemen, irritatie en ontsteking van de slokdarm. Sinaasappelsap, koolzuur en scherp gekruid eten gaan de maag prikkelen en zo gaat de maag meer maagzuur aanmaken. Door deze producten gaat de maag ook trager werken, waardoor het zuur langere tijd in onze maag aanwezig gaat blijven. Hoe kunnen we dit voorkomen? Geen groot hoeveel eten, wel meerdere kleine porties per dag. Vooral niet gaan eten vlak voor het slapen gaan, want dan gaan we in een liggende positie zitten en onze maag gaat ook kandelen. Roken en medicatie verslappen ook de slokdarmkringspier. Stress en, en strakke kleding is ook niet goed, want stress verandert onze eetgewoonten. We gaan te veel eten, te weinig eten, vettig eten. En strakke kleding en bukken gaat een druk geven op onze maag, waardoor het de maaginhoud omhoog gaat komen. Praken, teruggeven of overgeven van voedsel en drank. Door de samentrekking van ons middenrif en, midden en de buikspieren die over de maag lopen. Oorzaken, meestal door een ziekte of een aandoening, stress, migraine, zwangerschap, te veel alcoholgebruik, reissiekte, evenwichtstoornissen, bepaalde medicatie en hoofdletsel de symptomen. We voelen ons misselijk en gaan overgeven. We hebben een opgeblazen gevoel, eventueel brandend maagzuur en hoofdpijn. Wat kunnen we er tegen doen? We gaan wachten tot de maag tot rust is gekomen. We gaan wel blijven drinken, maar we gaan starten met kleine slokjes. En als we willen eten, gaan we iets licht verteerbaar gebruiken. Obstipatie, dit is een verstopping van de darmen. De stoelgang is harder dan normaal. Oorzaken. Een verstoorde werking van de darmen door verkeerde voedings- of leefgewoonten. We drinken onvoldoende. We eten te weinig vezels. We bewegen niet, niet genoeg. Aandoeningen van de anus of immobiliteit van de ouderen. Symptomen. We gaan minder stoelgang produceren dan normaal. Onze stoelgang is hard. Volume is minder. En we hebben pijn tijdens de defecatie. Wat kunnen we doen? Goed kouwen. Voldoende drinken, drinken, negeer de aandrang tot ontlasting niet en beweeg genoeg. Diarree, een dunne waterige ontlasting, meermaals per dag. Oorzaken: buikgriep, verandering van voeding, intolerantie van voeding, bijwerking van geneesmiddelen, overmatig alcoholgebruik, overmatig gebruik van gezoete dranken, darmkanker. Symptomen. We gaan meerdere malen per dag stoelgang maken. Dit meer dan drie keer per dag. We hebben een dunne of een half dunne ontlasting. Soms voelen we ons misselijk en moeten we ook braken. Pijn in de buik en krampen, koorts en eventueel transpiratie. Wat kunnen we ertegen doen? Handhygiëne is hier een heel belangrijke maatregel. Ook hygiëne van de materialen, toilet, wastafel. Correcte bereiding, bewaring en opdienen van voedsel extra vocht toedienen blijf observeren en rapporteren verwittig de verantwoordelijke zoals zij de arts raadplegen. en zorg ervoor dat medicatie steeds op voorschrift wordt gegeven Aanbijen, hemeldorïden of speen. Dit zijn verwijdingen of uitzakkingen van bloedvaten in en rond de anus. Door druk op de kussentjes gaan de bloedvaatjes zwellen en uittrekken, uitzakken en zelfs naar buiten puilen. Deze doen eventueel pijn en kunnen bloeden. Als deze bloeden, moeten we wel opletten dat onze zorgvrager geen bloedverdunners neemt, want dan kan dit gevaarlijk zijn. We hebben uitwendige en inwendige aanbijen. De uitwendige aanbijen zijn onder de huid rond onze anus, zijn zichtbaar bij uitwendig onderzoek en we zien dikke knobbels. Inwendige aanbijen, die zitten in de endeldarm en het laatste stuk van onze dikke darm, geven geen of weinig ongemak, kunnen naar buiten gedrukt worden door de druk en dit noemen we een prolaps. De symptomen, moeilijke stoelgang, branderige pijn tijdens de stoelgang aan de aars, Jeuk, eventueel ontsteking van de aars, kleine blauwe knoppeltjes en bloedsporen in de stoelgang. Oorzaken, constipatie, zwangerschap en of bevalling, overgewicht, zittend werk of langdurig rechtstaan, ouderdom en persoonlijke aanleg. Hoe moeten we handelen? We geven vezelrijke voeding, dit om de darmtransit in orde te brengen, voldoende vocht innemen, bewegen om de bloedcirculatie goed te laten lopen. Warmte vermijden, want warmte zet de bloedvaten uit. Eventueel een buikmassage geven om de stoelgang te bevorderen. Hoe de stoelganggewoonte aanleren, op regelmatige tijdstippen proberen te gaan. Observeren en rapporteren. Medicatie geven op voorschrift. De arts raadplegen. En de vochtbalans bijhouden. Een vochtbalans. Dit wil zeggen dat we alles gaan bijhouden en berekenen van vocht dat we hem binnenkrijgt of verliest. Zoals urine, diarree, braken, zweten, oedeem. Deze loopt over 24 uur, dus eigenlijk van ochtendzorg tot ochtendzorg. Hoe gaan we dat meten? Bij het startuur gaan we de zorgvrager laten urineren en we gieten deze urine weg. Dan gaan we gedurende 24 uur alle geproduceerde urine collecteren. We gaan opschrijven wat de zorgvrager drinkt. En wat de zorgvrager uitscheidt, zoals diarree, braken. We schrijven alles op in milliliter. Op het einde van de 24 uur gaan we onze zorgvrager laten urineren en gaan we dit bij de collectie volgen. We hebben een positieve vochtbalans als onze zorgvrager meer gaat drinken dan plassen. De klachten hiervan zijn oedeem, aan de voeten en enkels en eventueel benauwdheid. Een negatieve vochtbalans is als onze zorgvrager meer gaat plassen dan drinken. De klachten hiervan zijn uitdroging, droge, minder elastische huid. Een fistel. Een fistel is een verbinding tussen een analkanaal en de huid rondom de anus. Vaak een overblijfsel van een absces. Breid deze uit in de sluitspier van de anus en vervolgens naar de huid. Bepaalde ontstekingsziekten van de darm geven meer kans op fistels, zoals de ziekte van Crohn en TBC. Symptomen. Deze zijn afhankelijk van de aanwezigheid en de ernst van de infectie. Jeuk, pijn, zwelling, koorts en irritatie van de huid rond de anus zijn veel voorkomende symptomen. Hoe moeten we handelen? Dit is altijd een operatie, soms onder plaatselijke anders onder algehele narcose. De fistel gaan, gaan ze openleggen, ook als deze door de sluitspier loopt, in de hoop dat ze nog een stuk van de sluitspier kunnen bewaren, anders is de kans op incontinentie reëel. We gaan de wonden openlaten, want deze geneest binnen enkele weken. De wonden gaan we regelmatig schoonmaken, zeker na stoelgang. Warme baden, laxeermiddelen en pijnstillers is een must. De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn langdurige inflammatoire darmziekten. Deze komen vooral voor bij jongvolwassenen en zijn chronisch. De ziekte van Crohn is ontsteking van de darm. Deze kan alle darmsegmenten treffen. We zien vernauwingen van de darm, abscessen, fistels, zweertjes in de mond. Deze komen vooral tot uiting tussen de leeftijd van 15 en 40 jaar. Het is een beschavingsziekte die meer in de stad dan het platteland voorkomt. Colitis ulcerosa is een oppervlakkige ontsteking van de darm. We zien zweren, uitbreiding van andere delen van het maag-darmstelsel. Deze komt vooral tot uiting tussen de leeftijd van 20 en 30 jaar. De symptomen van de ziekte van Crohn zijn maag-darmklachten, voornamelijk krampen, diarree, misselijkheid, gewichtsverlies, verminderde eetlust. Deze komt op in opstoten, afwisselend met klachtenvrije periodes. De symptomen van colitis ulcerosa verschillen van patiënt tot patiënt. Bij sommigen zien we een mild verloop, bij anderen een redelijk agressief verloop. Opstoten, ook hier afwisselend met klachtenvrije periodes. De oorzaak van de ziekte van Crohn? Er is geen onmiddellijke oorzaak gekend. We zien wel dat er overdreven reactie is op bepaalde stoffen in de darm, zoals geraffineerde suikers, die voorkomen in cornflakes, en ook roken verergert deze ziekte. De oorzaak van colitis ulcerosa is ook onbekend. We zien een onevenwichtig afweersysteem van het darmslijmvlies. Nicotine vermindert wel de ongemakken. Toch raadt men aan om te stoppen met roken. Want als wij roken, gaan we hart- en bloedvatenproblemen krijgen. En deze zijn ernstiger dan de ziekte colitis ulcerosa. Wat is een stoma? Een stoma is een onnatuurlijke of kunstmatige opening. Deze verbindt een lichaamsholte met de buitenwereld. We hebben verschillende soorten stoma's. Een colostoma is een stoma van de dikke darm. De functie van de darm blijft behouden, maar de functie van de anus valt weg. Dan hebben we een ileostoma. Dit is een stoma van de dunne darm. De dunne darm produceert een sterk irriterende dunne ontlasting. We moeten hierbij een huidbescherming gebruiken, want deze ontlasting vreet in in de huid. Een urostoma het is een stoma van de urinewegen. Deze wordt aangelegd bij het afsluiten van de ureters of uretra. Een slecht functioneren van de blaas. Bij een verwijdering van de blaas door bijvoorbeeld blaaskanker. De capaciteit van de blaas is verloren gegaan of spontaan urineren is onmogelijk geworden. Hier zien we een foto van de verschillende soorten stoma's. Een stoma kan tijdelijk zijn of blijvend. Als we kijken naar de tijdelijke stoma, deze gaan blijven totdat het letsel genezen is. Voorbeelden hiervan zijn ontsteking van de darmen, polypen, tumoren, fistels, schotwonden. Een blijvende stoma, dit is een stoma die blijft voor de rest van het leven omdat de natuurlijke functie van de anus niet meer gebruikt kan worden. Voorbeelden hiervan zijn ontbreken van anus of rectum, verwijderen van de dikke darm. De ziekte van Crohn, tumoren, perforatie van de darmen en messteek. Bij elke operatie zijn er complicaties. De normale risico's bij het aanleggen van een stoma zijn trombose, longontsteking of wondinfectie. Er zijn ook specifieke complicaties, bijvoorbeeld de stoma kan afsterven, dit door bloeddoorstromingsproblemen. Er kan ook een hernia ontstaan naast de stoma of de stoma kan vernauwen. Het stoma-materiaal, we hebben een eendelig systeem en een tweedelig systeem. Het eendelig systeem wil zeggen dat het zakje vast zit aan de huidplaat. Een tweedelig systeem wil zeggen dat we twee delen hebben. We hebben een losse huidplaat en hierop kan een zakje geklikt of geplakt worden. Zondevoeding is een dunne, kant-en-klare, volwaardige vloeibare voeding die via een flexibel slangetje in het maagdarmkanaal terechtkomt, wordt gegeven bij aandoeningen mond keelholte, slokdarm en maag, kou- en slikproblemen, bewusteloosheid, anorexia enzovoort. We hebben verschillende toedieningswegen. We hebben zondes via de neus, een neussonde. Deze verloopt via de neus, keelholte, slokdarm en komt in onze maag terecht. neus wordt endoscopisch ingebracht en verloopt via de neus, keelholte, slokdarm, rechtstreeks naar de dunne darm of jejunum. Dan hebben we zondes via de buik, pechzonde genoemd, is een percutaan endoscopische gastronomie. Deze gebeurt altijd onder lokale verdoving en wordt ingebracht via een endoscoop. Het verbindt de maag met de buitenwereld en de pechzonde kan 6 tot 8 maanden ter plaatse blijven. We gaan deze fixeren met een fixatieplaatje en een voedingspomp kan aangewezen zijn om zondevoeding toe te geven. De dagelijkse insteekopening van de katheter moeten we goed controleren. Is deze droog, moeten we geen verband gebruiken. Is deze vochtig, moeten we deze steriel inpakken. Bij roodheid, lekkage, vocht of etter, moeten we altijd een arts raadplegen. Hoe gaan we de zondevoeding toedienen? Dit is altijd een verpleegkundige handeling, maar we kunnen de zondevoeding toedienen op drie verschillende manieren. Continu Intermittent of per portie. Continu wil zeggen dat we de zondevoeding gaan toedienen gedurende 24 uur. Intermittent wil zeggen dat we de zondevoeding gedurende een deel van de dag gaan toedienen. Als dit s'nachts gebeurt, kunnen we de zonde overdag afsluiten en afkoppelen. Per portie wil zeggen dat we de zondevoeding gaan geven op meerdere momenten per dag. Aandachtspunten. Heel belangrijk is de mondzorg. De mond en de neus moeten we regelmatig reinigen. Ook moeten we de mond regelmatig verfrissen. De lippen invrijven met vaseline, vermijd tractie op de zonde, regelmatig de tanden poetsen, ook het valsgebied, en geef kauwgom. Dit om speekse te activeren en dan kunnen we de mond zo vochtig houden. Als we zien dat tijdens de voeding. U zorgvrager begint te hoesten of het benauwd krijgt, moeten we de zondevoeding direct stoppen, want dit kan een teken zijn dat de zondevoeding niet meer juist zit. Diabetes: dit is een suikerziekte, een chronische aandoening. Het bloedsuikergehalte is verhoogd. Dit kan twee oorzaken zijn: oftewel is de insuline die geproduceerd wordt onvoldoende werkzaam in ons lichaam, oftewel maakt ons lichaam onvoldoende insuline aan. De cellen nemen onvoldoende glucose op en deze glucose wordt opgestapeld in het bloed. Type 1 is insulineafhankelijke diabetes. Deze komt voor bij kinderen en jongvolwassenen. Dit is een auto-immuunziekte. Dat wil zeggen dat het eigen afweersysteem de beta-cellen van de alvleesklier gaat aanvallen. De beta-cellen zitten dus in de alvleesklier. De alvleesklier gaat insuline aanmaken. In deze alvleesklier zitten ook de eilaantjes van Langerhans. Als wij gaan eten, gaan bloedsuiker in het bloed stijgen. De beta-cellen gaan hierop reageren en ze gaan de opgeslagen insuline afgeven en nieuwe insuline aanmaken. Dus bij type 1 is er onvoldoende tot geen insuline aanmaak. We moeten dus insuline gaan inspuiten en deze is, treedt op heel korte termijn op. Type 2, niet-insulineafhankelijke diabetes, ook wordt deze omschreven als ouderdomsdiabetes, zien we twee problemen. Er is onvoldoende insuline aanmaak of de werking van de aanwezige insuline wordt verminderd. De diagnose wordt meestal heel toevallig ontdekt. Wat speelt een belangrijke rol? Erfelijke aanleg, obesitas en weinig bewegen. Dan hebben we ook nog zwangerschapsdiabetes. Deze treedt op tijdens de zwangerschap, voornamelijk de tweede helft van de zwangerschap. Na de zwangerschap gaat deze meestal verdwijnen, maar is wel een alarmsignaal, want dit wil zeggen dat we een grote kans hebben op het krijgen van type 2. De behandeling en zorg bij diabetes is proberen een zo normaal mogelijk leven te leiden en een zo normaal mogelijke bloedsuikerwaarde kunnen bereiken. We hopen verwikkelingen te kunnen vermijden, zoals oogproblemen voetwonden. Dit gaan we doen door de behandeling proberen zo correct mogelijk op te volgen. Regelmatig een grondig onderzoek doen om verwikkelingen te vermijden en vroegtijdig op te sporen, is aan te raden. Bloed, bloedglucose meten. Meet is het zelfmonitoring met een bloedglucosemeter, dit om inzicht te krijgen in de diabetes en de behandeling eventueel te kunnen bijsturen. Wanneer gaan we deze meten? Van het moment dat we insuline gaan inspaten. En is ook aangewezen als men ziek is, voor, tijdens of na het sporten. Bij wijzigingen van de behandeling. Als we op vakantie gaan. Bij speciale gelegenheden zoals trouwfeesten. En als men zwanger wenst te worden. Hypoglycemie. Dit wil zeggen dat we een bloedglucosewaarde hebben minder dan 60 milligram per deciliter. De symptomen daarvan zijn een wisselend humeur. Hoofdpijn, moeheid, bleekheid, zweten. We hebben honger. We beven, we voelen ons duizelig en we zien slecht. De oorzaken: het kan zijn dat we te veel insuline ingespoten hebben, te weinig of niet gegeten. Onze insulinebehoefte is veranderd door ziekte of sporten. We nemen medicatie, we hebben alcohol genuttigd of we zijn zwanger. Hoe moeten we handelen? Snelle suikers innemen. Snelle suikers, hier bedoelen we met druivensuiker. Na 15 minuten terug een controle doen van de bloedsuikerspiegel. Is deze te laag, gaan we terug die snelle suikers innemen. Is deze goed, gaan we trage suikers innemen. Bijvoorbeeld een banaan of een boterham met choco. Als we niet weten wat de oorzaak is, moeten we best even de arts raadplegen. Hoe moeten we handelen als iemand bewust is, uh, onbewust is? en het risico heeft op verslikken, dan hebben we altijd hulp van derden nodig. Ofwel gaan we 10 gram glucose intraveneus inspuiten, dit is een verpleegkundige handeling, of 1 milligram glucagon intramusculair via de kit. Na 10 minuten gaan we terug de controle doen van ons bloedglucose. Indien onze zorgvrager terug bewust is, kunnen we trage suikers geven. Preventie, insuline aanpassen. Aan de voeding, als we gaan bewegen, bij ziekte en in die we vaker hypo's hebben. Regelmatig meten en zorg ervoor dat je de glucosemeter altijd bij hebt. De juiste injectietechniek is belangrijk en een hypo-behandeling, dus die hypokit, altijd bij hebben. Hyperglycemie. Dit wil zeggen dat we een bloedglucosewaarde hebben van meer dan 180 milligram per deciliter. De symptomen hiervan zijn moeheid. Slaperigheid, een droge tong, vaak plassen en dorst. Oorzaken: we hebben te weinig insuline gespoten, we hebben meer gegeten of anders gegeten dan gewoonlijk, een veranderde insulinebehoefte door meer lichaamsbeweging, stress, gewichtstoename, we nemen bepaalde medicatie in, we hebben alcohol genuttigd of we zijn zwanger. Hoe moeten we handelen bij een hyperglycemie? Bij twijfel. En klachten, de glucose controleren. Hebben we een hyper, dan gaan we bijspuiten volgens het correctieschema en goed drinken. En na 1 à 2 uur terug controle van de glucose. De tips bij de verzorging. Als we nagels knippen, let erop op wondjes. De intieme hygiëne strikt toepassen. Zien we jeuk of dicubitus, altijd de verantwoordelijke verwittigen. Ons dieet goed volgen. Vermijd zwaarlevigheid. En steeds suiker in de buurt hebben.